De omstreden drukjacht op wilde zwijnen komt er voorlopig niet. De rechter heeft er vandaag geen toestemming voor gegeven. Landbouwminister Gerda Verburg heeft nu een probleem, want zij hoopte met die drukjacht de overlast door wilde zwijnen op de Veluwe aan te pakken. De zwijnen zorgen dit jaar voor een record aan verkeersongelukken en ook worden campings en tuinen door die zwijnen omgeploegd. Er zijn enorm veel wilde zwijnen. Zoveel wilde zwijnen als er dit jaar zijn er nog nooit geweest. Ik doe dit werk ongeveer een kleine 15 jaar. En dit heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, de zomerstand, de schatting daarvan, die loopt uiteindelijk tussen de ongeveer 5000 en 7000 wilde zwijnen. Er zijn 2500 zijn er inmiddels afgeschoten. En een dikke 500 zijn er inmiddels aangereden. Opeens staken er iets van 8 varkens over. En die komt niet meer ontwijken, ondanks het feit dat het al heel rustig reed. Ze doen dit. Je bent hier constant op bedacht dat je varkens tegenkomt. Dat was een harde klap. Harder dan je denkt. Ja, wat ik niet begrijp is wat ik vandaag op de radio hoorde. Is dat er een kort geding geweest is waarin het nu weer tegengehouden is dat ze afgeschoten mogen worden. Maar ze moeten wel weg. Dit kan zo niet. Het gaat veel te ver. Ik ben een dierenliefhebber, maar dit kan zo niet. Het aantal aanrijdingen met zwijnen was niet altijd zo hoog. In 2001 waren het er rond de 270, in 2004 ongeveer 100. Maar dit jaar gaan we volgens cijfers van het Gelders landschap de 600 zeker passeren. Als je vervolgens de zwijnenpopulatie op de Veluwe in dezelfde grafiek intekent, blijkt dit naadloos op elkaar aan te sluiten. En dan zijn er nog tienduizenden euro's schade, omdat de dieren de grond van campings, akkers en tuintjes omwoelen. Wat moet er nu met al die overlastplegers gaan gebeuren? Daar lopen de meningen sterk over uiteen. Dit is Ger Verwoerd. Hij is boswachter bij de Stichting Gelders Landschap. Hij vindt dat de zwijnenkolonie sterk moet worden uitgedund. Bij voorkeur door een zogenaamde drukjacht. Nou, de bedoeling is dat je tussen twee van die dekkingsgebieden, tussen twee van die dagverblijven waar ze overdag in zitten, dat je daar tussenin gaat staan en dan gaat er een mannetje die loopt dat dagverblijf in, zeg maar. De beesten worden wat verontrust en dan lopen ze zo van het ene gebiedje naar het andere gebiedje. En dan de truc is om daar tussenin op de goede plek te gaan staan en dan dat je erin kan schieten. Kijk, hier zijn ze bezig geweest vannacht. Bij een drukjacht moet de jager op een verhoging staan, zodat hij van boven naar beneden kan schieten. Dit om te voorkomen dat er een argeloze wandelaar geraakt wordt. Nou, hier ergens in dat bos, dat zou een hele mooie plek zijn om zo'n plateau neer te zetten. En dan kun je de beestjes mooi hier voorbij zien komen. Je hebt wat overzicht, er staan niet zo ontzettend veel bomen tussen. Je hebt toch wat vrije ruimte. Dus op deze plek zou het heel goed kunnen. Als we niks zouden doen, dan sterven ze de hongerdood. Dat is... Dat lijkt heel aardig, lijkt heel diervriendelijk. Alleen langdurig hongerende beesten kun je afvragen of dat echt zo heel erg natuurlijk is. In een natuurlijke situatie zou hier de wolf rondlopen. Die zou toch die zwakke dieren opvreten. Dus ja, wat is natuurlijk dan? Omdat er dit jaar veel eikels en beukennootjes zijn, en zwijnen zijn daar dol op, komen de dieren niet af op het lokvoer van de jagers. Het gevolg? Het lukt niet om voldoende zwijnen te schieten. De ideale zwijnenstand van rond de 800 dieren wordt ver overschreden. Maar is dat erg? Is die ideaalnorm niet achterhaald? Ik denk dat het heel verstandig zou zijn om een nieuwe norm te stellen. En je af te vragen van de moderne Veluwe. Maar dan ook een Veluwe waarbij veel minder rasters zijn dan vroeger. En waarbij het hele productiesysteem is veranderd. Hoeveel zou die Veluwe van 2010 zo kunnen hebben? Volgens ecoloog Herbert Prins kunnen er tegenwoordig veel meer zwijnen in het gebied leven. Dit is in de landen om ons heen namelijk ook zo.
op basis van dat soort cijfers, dan kom je ongeveer tussen de zeg maar 5000 en 10.000 wilde zwijnen in de winter. Ja, dus voordat ze biggen krijgen. Dat betekent dat meteen nadat ze biggen hebben gekregen, en dat kunnen er heel wat zijn, zijn het er veel meer. Ik denk dat daar heel veel mensen niet blij mee zijn. Ach, andere mensen zijn er heel erg blij mee. Als ik in Amsterdam woon en ik wil graag met de kinderen gaan wandelen en ik wil graag eens een keer een wild zwijn zien, dan heb ik een veel grotere kans nu dan vroeger. Dus een hele hoop mensen zijn blij en andere mensen zijn niet zo blij. Dat heb je altijd in maatschappelijke processen. Hé, hey, Tanja. Ja, ja. Het is natuurlijk heel erg makkelijk gezegd van nou los het maar op in de provincie, want dan komt het in feite op neer. Zet maar ergens een hekje links of rechts. Maar goed, ja, zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen. Het is natuurlijk, van afstand kun je dat soort dingen, dat soort beslissingen natuurlijk erg makkelijk maken. Mijn hele stellige indruk is dat mensen ontzettend weinig met elkaar praten en heel sterk zijn in het loopgraven betrekken. In plaats van samen rond de tafel zitten en een oplossing te bedenken, elkaar verketteren en de zwijnen ook verketteren. Stel nou dat de rechter zegt, er mag geen drukjacht komen, want het zou natuurlijk best kunnen gebeuren. Ja, dat zullen we het op de traditionele manier doen, via de aanzitmethode. En dat is best heel moeizaam, want als je op dit moment in het bos gaat zitten, kun je 20 avonden, 20 nachten kun je zitten en je ziet geen beest. Hoe moet dat dan? Ja, dat betekent nog meer inspanning van de mensen die ermee bezig zijn. Dus ja, dat wordt toch wel een hele lastige zaak. De minister is teleurgesteld over de uitspraak van de rechter en ze heeft tot dinsdag de tijd om te bedenken hoe het nu verder moet. Dan wordt er ook een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de zwijnenjacht.